Amari. Oh, Patrice de voorzet. En daar is de kans. En daar is de goal. Het is Martens die er 0 tegen 1 van maakt. 72 minuten gevoetbald. Het is verdiend. Het zat er aan te komen. Oud-Heverlee Leuven. Ze kregen de kansen. Meer en meer. Dat levert dan uiteindelijk deze puikengoal op van Mathieu Martens. Wat gezegd. De al even uitstekende assist van Louis Patrice. De voorzet. En dan Tamari. Dan is het oplet geblazen. Kijk naar die versnelling. Tamari. Eentje kwijt. Daar is Tamari. Helemaal op snelheid. Tamari op weg naar de 0-2. Daar komt Tamari. Jawel. 0-2. Boeken dicht voor KV Kortrijk. En Tamari. Dit deed hij meer dan uitstekend. Ja, Holtzhauser. Nou, maar voorlopig is het allemaal laag op het veld. Ja, dit is wel goed gecombineerd. En Louis Patrice met zijn gekende rushes. Patrice, Nsingi, die moet durven trappen. Nsingi trapt en scoort voor Oud-Heverlee Leuven. Mooie goal. En opnieuw Patrice. Van Macho Nsingi. Ja, opnieuw Patrice met een assist. Ja, hier vertrekt hij naar keuze. Ja, ja, ja. Centraal voor de goal. Ja, een beetje tussen de benen van Alderweireld. Gaan we dat hier beter zien? Hier gaan zien? We dat zien, Frankie. Ja, ja inderdaad. Zij raakt hem ook nog wel met de kuit. Met Holtzhauser. Veel volk in de kleine rechthoek. Holtzhauser brengt hem daar ook. En vindt het hoofd van Patrice. En het staat 2-2. Daar is de gelijkmaker. Louis Patrice op een prima hoekschop van Holtzhauser. Louis Patrice. Dit is allemaal gedaan hoor. Ja, ja, maar prima binnengekopt. Ja, budget. Dan zet een stap achteruit. Hè. In plaats van vooruit te gaan. Kijk, gaat hier terug. Ja. En daardoor niet te pakken. Patrice komt ingelopen. Tamari. De bopage. Komt er goed uit. En dan veel volk. Kijk eens aan in de snelheid van Patrice. Patrice de voorzet. En weer. Nee, wel binnen. Singi. Wat een voorzet. Zijn vierde assist hè, dit seizoen aan Patrice. Dit was een hele mooie combinatie. Dit is, mooi, dit is mooi. Op die manier Patrice fijn gespeeld. De goede bal achter de rug van de verdediging. En dan het goede opduiken van Singi voor zijn man. Maar de opbouw was heel mooi van de OHL. Maarten is ook achter het steunbeen. En dan, Bocca die komt te laat. Hè. Nou, goed gepaasd ook van Patrice. Een knappe paas van Patrice. Bal is voor Oud-Heverlee Leuven. Malinov. Patrice met de voorzet. Bal voor González. González! Moet 1 tegen 1. Dat doet hij uitstekend. Iets meer dan 5 minuten ver. Mario González opent zijn rekening voor Oud-Heverlee Leuven. Is hier. Is die bal van Patrice. Dan niet nog even aangeraakt door Tamari. Dus wie krijgt deze assist achter zijn naam? Ik denk dat het ook voor Patrice is opnieuw. Ja, ja. En dan González overhoeks. Op deze manier. Toch twee verdedigers aan de praat houden. En dan op deze manier hem binnenleggen.